Ik zou chirurg worden, dat was gewoon mijn plan. En vervolgens was na die tijd was het zo van, eigenlijk is er nog iets leukers, namelijk urologie. Het is een vak waarbij je veel dingen zelfstandig doet. Hè. Je ziet je patiënten, daar stel je diagnose, doe je je onderzoek, je doet je behandeling, je doet je operatie en je doet je controle daarna. Dus de hele lijn van behandeling van A tot Z is eigenlijk in één hand. Ik voer met name dan oncologische ingrepen uit. Heb je natuurlijk ook een bepaald scala van patiënten die je ziet. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat die patiënten voldoende informatie krijgen over hun ziekte. Ook al is het niet altijd te genezen, is het toch heel belangrijk voor die mensen om te weten hoe ze verder moeten en hoe ze behandeld kunnen gaan worden. En dat is natuurlijk in die oncologie heel belangrijk. Als mensen tevreden en ook openlijk zeggen tegen mij, nou ja, ik ben blij dat u dat heeft uitgelegd aan mij. En dan dat ze met een tevreden gevoel de deur uitgaan. Dat is voor mij echt, daar doe ik het wel voor. Ja.